FC Groningen speelt komende zondag tegen medekoploper Feyenoord. FC Groningen staat na de nederlagen tegen NEC en Roda JC op een teleurstellende 12e plek. De ploeg van Ron Jans heeft tegen de Rotterdammers een goed resultaat nodig om zich te revancheren op de slechte wedstrijd tegen Roda JC. Ik vind wel dat we iets goed te maken hebben. En met name spelers voor zichzelf. Maar wij ook, want je mag wel een keer verliezen. Dat hoort ook bij topsport. Maar je mag niet verliezen op een manier waarop het lijkt dat er mat gespeeld wordt. Dat er weinig weerbaarheid is. En dat willen we wel eventjes goed maken. Is dan zo'n wedstrijd tegen Feyenoord makkelijk? Omdat je dan toch weer de underdog bent? Nou, ik vind onszelf helemaal geen underdog, want ik vind dat het een 50-50 wedstrijd is. Als wij hier thuis spelen in de Euroborg, en dat hebben we in het verleden ook laten zien, dan vind ik ons nooit de underdog, dus ook aanstaande zondag niet. De selectie van FC Groningen heeft 2 weken niet gespeeld en lijkt gebrand op een goed resultaat. We hebben hard getraind, dus echt rust hebben we niet gehad. We hebben wel een weekendje vrij gehad, maar we hebben deze week heel goed getraind en vorige week ook heel hard. Dus ik weet zeker dat we er klaar voor zijn. Wat is op dit jaar de kwaliteit van Feyenoord? Ja, ze zijn een stuk gegroeid naar vorig jaar toe. Als je ziet dat Makai is bijgekomen van Bronckhorst. Ze zijn echt goede voetballers. En scorend vermogen hebben ze. Ze kunnen het spel ook controleren. Dus Feyenoord is een stuk beter geworden. Maar wij kunnen zeker van ze winnen. Bij FC Groningen ontbreken Paul Matthijs, Marnix Kolder en Luciano door blessures. Verder lijkt iedereen klaar voor het treffen met Feyenoord. Ja, zeker. Deze drop of de ronde voor ons. We moeten gewoon weer een keer laten zien dat we heel goed kunnen voetballen en alles geven tegen Feyenoord. In de beker, je was er zelf niet bij. Daar heb je al tegen Feyenoord gespeeld. Toen kwam het er niet echt uit. Nee, toen kwam het er inderdaad niet uit. De eerste helft gaven we het heel makkelijk weg. En de tweede helft zijn we niet echt goed teruggekomen. Al hebben we wel de kansen daarvoor gehad. En zondag is alles of niets. Zijn je ook extra gebrand? Want de laatste wedstrijden ging niet lekker. Nee, tuurlijk. Maar we voelen ook wel een beetje de druk dat we moeten winnen. En dat is voor dit team denk ik wel heel lekker. En ik weet zeker dat we zondag alles gaan geven. De wedstrijd begint zondag om 2:30.